Goedendag mensen, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ben nu op het Karnaplein en ik ga Donina interviewen vandaag. We hebben er super zin in. En ik hoop Jonina ook. Ja. En je mag jezelf voorstellen als je het leuk vindt. Ja, nou dat kan. Ik ben Jonina, ik ben 36 jaar, moeder van Sebastiaan en ik woon in Dieren. Ja. Netjes. Toch? Ja, toch? Ja. En we kennen elkaar ook best wel lang. Ja, eigenlijk wel, ja. Al een aantal jaren, ja, dat klopt. Echt wel. Ja, dat is Sebastiaan ook. Goed cameraman. Goed cameraman. Ja. Mijn vraag 1. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Ja, rustig. Ik doe mijn dingetje en Maar ja, tegenwoordig kan je niet meer zoveel, hè, vanwege corona. Nee. Maar het gaat goed met ons. Ja. Het is wel jammer, ja. Klopt, dat is ook zo. Maar ja, je moet het er maar gewoon mee doen, hè, zeg ik altijd maar. Ja, klopt. Ja. Gelijk in. Vraag 2. Waar heb je allemaal gewerkt? Nou, ik heb in de thuiszorg gewerkt en in de horeca, want ik heb ook mijn horecapapieren, dus meestal in de horeca en in de thuiszorg, dus dat was het eigenlijk. Ja, goed. Thuiszorg is ook wel leuk en de horeca ook wel. Ja, zeker horeca leuker als thuiszorg, maar als je een kind hebt, zeg maar, en alleen staat, dan is het gewoon lastig om in de horeca door te gaan. Dus vandaar dat ik gestopt ben met werken, omdat ik toen al die tijd alleen met Sebastiaan ben geweest. Ja, zo balen. Ja, klopt. Maar ja, uiteindelijk hebben we het ook groot, dus dat scheelt. Ja, dat wel. Ja, klopt. Vraag 3. Waar vond je het leukste qua baan? Toch wel in de horeca. Ja. Dat is altijd gezellig. En, ja, je ziet veel verschillende mensen en ook elke keer weer dezelfde mensen, waar je ook weer een band mee opbouwt. Dus de horeca was wel het leukste. Dus, ja. Ja, vind ik wel. Ja, zeker. Ja. Dat de horeca leuk is. Ja, is bekend voor jou, hè? Ja, dat Vraag 4. Wat heb je allemaal bereikt? Wat zou je nog meer willen bereiken? Wat ik nog meer wil bereiken, in de toekomst natuurlijk weer werken. Op wat voor manier dan ook, ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ja, en wat heb ik allemaal bereikt? Ja, ik heb gewoon mijn eigen huisje. Ik heb mijn eigen leven, ik doe mijn ding. Ik heb een hele mooie zoon van 13, die ook gewoon zijn eigen ding doet. En waar ik super trots op ben. Dus in dat opzicht is dat hetgene wat ik al bereikt heb. Ja, dat uiteraard. Ja. Oh jee. Dat is uitzeker met goede zoon, ja. Ik ben ook trots op jullie. Dankjewel. Vraag 5. Wat heb je met corona allemaal gedaan? Heel weinig, want wat kan je met corona doen? Ja. Dus bijna alles is gesloten, dus bij corona een beetje thuis zitten. Ja, en natuurlijk wel gewoon met vrienden, gewoon thuis. Een beetje chillen, gezellig zitten en spelletjes doen, kaarten, wat je maar bedenken kan. Ja. En voor de rest eigenlijk niet zoveel, want je kan niks. Nee. Dus ja, jammer genoeg. Ja, dat is wel jammer. Ja, klopt, is het ook. Maar ja, goed, je kan er niks aan doen, hè. Je moet je gewoon aan de regels houden. Ja. Dus, en ik heb ook een voorbeeld te geven aan Sebastiaan, want die moet zich natuurlijk ook aan de regels houden. Ja, ook. Dus vandaar, je doet niet zoveel meer. Nee. Dus het is lang geleden dat we iets hebben kunnen doen, zeg maar. Ja, sowieso. Ja. Dat is ook weer zo, een tijdje geleden. Ja, klopt. Vraag 6. Wat ga je doen als corona voorbij is? Als corona voorbij is, dan gaan we leuke dingen doen. Dan gaan we lekker weer de stad in als vanouds. En
pretpark, dierentuin. En gaat Sebastiaan ook wel weer een keer ergens bij een vriendje slapen of zo. En dan gaat mama toch wel weer even de korenmarkt op. Ja, gezellig. Sowieso. Of Gino's in. Ja, ook gezellig, hè. Ja, daarom. Ja, dat is altijd gezellig. Ja, zeker. En een uit je dak gaan? Sowieso. Ja, dat is wel leuk, ja. Maar ja, dat zit er voorlopig nog even niet in, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar ja, misschien het komt er ooit nog. Dus geduld is een schone zaak, zeggen ze altijd. Ja. Vraag 7. Ben jij gevaccineerd? Nee. 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 En daar ben ik ook niet voor plan. Sebastiaan ook niet. Dus ik respecteer iedereen in zijn eigen mening. En iedereen die zich eigen wil laten vaccineren, ja, moet dat ook vooral doen. Maar ik heb daar toch een iets andere mening over. Dus nee, wij worden niet gevaccineerd. Absoluut niet. Nee. Ik snap het wel, met alle respect. Nee, dat is het juist ook. Kijk, er zijn zoveel bijwerkingen en er is nog zoveel niet bekend. Waardoor ik dus nu gewoon zeg van nee, wij gaan niet vaccineren. Nee. En Sebastiaan heeft al zijn inentingen gehad, wie die moest hebben. Ik heb ook al mijn inentingen vroeger gehad. Dus het is niet dat wij ons niet willen laten inenten. Maar het is gewoon puur dat je op dit moment gewoon niet weet van wat doet een inenting met je, wat zijn de bijwerkingen. En zeker op langere termijn. Dus ja, nee, wij gaan ons niet laten inenten. Nee. Vraag 8. Het lekkerste restaurant van dieren? Het lekkerste restaurant van dieren. Ja, dat wordt toch wel of Gino's of El Matador, weet je? Ja, El Matador, ja. Ja, buitenlands eten houden wij wel van, ja. Ja. Ja, dat vinden we wel lekker. Hè? Ja. Dat zeker. Lekker eten, lekker goede gerechten. Sowieso. Vraag 10. Top 3 mooiste landen? Sowieso Nederland. Ja. Vind ik een mooi land. Het Caribisch gebied. Vind ik toch wel heel mooi. Ja, en voor de rest, ik heb er eigenlijk nooit veel gereisd. Dus wat ik ook nog wel mooi lijkt, is om toch wel een keer naar Turkije te gaan. Of in die kant op. Ja, dat lijkt me wel mooi. Nee. Maar ik kan er geen uitspraak over doen, want ik ben er nog nooit geweest. Maar ja, misschien in de toekomst, je weet het niet. Misschien wel, ja. Dat zou mooi zijn. Laat het open. Ja, open. Ik doe het goed hoor. Ja, dank je. Vraag 11. Als je chagrijnig bent, waar word je blij van? Van mijn vrienden. Ja, van mijn vrienden. Als ik echt chagrijnig ben, dan weten ze het ook. Dus dan, mijn vrienden kunnen me altijd wel weer ontvallen. Of Sebastiaan, met zijn grapjes. Ja. Zeker. Ja. Vraag 12. Waar zou je over 5 jaar willen staan? Ik hoop eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Gewoon stabiel met mijn gezinsleven. Gewoon mijn eigen ding kunnen doen. En ja, het enige wat ik dan wel hoop is dat het hele corona gebeuren gewoon achter de rug is, zeg maar. Dat we dat weer kunnen afvinken van, dat hebben we overleefd en nu maar gewoon weer verder. Ja. Zodat we ons normale leven weer een beetje kunnen oppakken. Zonder al die regels en alles om 5 uur dicht en het is gewoon een beetje raar allemaal, dat het allemaal zomaar kan. Ja, en dat je dan in principe de vrijheid niet meer hebt. Ja, je kan naar de supermarkt, maar ja goed, daar heb je ook niet zo heel veel aan. Nee, dus ik hoop dat het normale leven er dan gewoon weer een beetje is. Ja, dat hoop ik ook.
Facebook en werk. Ja. De meeste mensen vinden het niet meer leuk. Nee, het is ook niet leuk. Het is zeker niet leuk. Maar ja, je kan er voor de rest helemaal niks aan doen. Kijk, en of je nou gevaccineerd bent of niet. Kijk, gevaccineerden hebben ook de beperking. Dus ja, en in dat opzicht heb je geen verschil. Dus van mij mag gewoon de maatschappij gewoon weer lekker open gaan. Zodat we gewoon ieder voor zich hun eigen dingen kunnen doen. Ja, dat zou fijn zijn. Dus dat hoop ik. Ja, dat is wel echt fijn. Ja. Vraag 13. Hoe lang wonen jullie in Dieren? 15 jaar. Ja, Sebastian 13 natuurlijk, want hij is 13. En hij is ook hier geboren. Dus 15 jaar inmiddels alweer. Ja, gaat hard, hè? Ja, een hele lange tijd alweer, ja. Klopt. Maar ja, we zitten hier goed. Ja. En je hebt alles lekker bij de hand wat je hebben moet. Dus in dat opzicht vermaken we ons prima hier. Ja, ja, zeker. Ja, want de mensen kennen elkaar en alles is erbij. Dat is ook fijn. Ja, het is zeker wel een beetje ons kent ons zo. En een beetje Monaco. Dus wat dat betreft is het altijd wel gezellig. Nee, je komt altijd wel mensen tegen die je kent. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben zelf een thuis geboren, maar ik woon ook al wel in Dieren, 15 jaar. Ja, hier, dat is ook lang hoor. Ja. Dat is ook lang. Ja. Oh, nog 10 jaar hè, voor mij. Ja. Vraag 14. Wie is jouw grootste idool? Sebastian. Mijn zoon. Nee, ik heb er geen idee. Als ik echt iemand moet kennen of moet die goed gaan benoemen, nee, heb ik echt gewoon geen idee. Eigenlijk niet. Nee. Maar misschien is het ook mijn leeftijd hoor, dat ik daar niet zo meer mee bezig ben. Maar meer met het dagelijks leven en Sebastian natuurlijk. Dus laten we het maar op Sebastian houden. Ja, dat vind ik wel lief. Ja. Vraag 15. Wat zijn jouw ervaringen die je mee hebt genomen vanuit jouw leven? Mijn ervaringen, ja. Ik heb heel veel verschillende ervaringen gehad. Dus in dat opzicht is mijn advies, blijf gewoon altijd lekker jezelf. En doe vooral waar je je goed bij voelt. En respecteer iedereen om je heen en wees altijd eerlijk. Ja. Daaruit krijg je uiteindelijk de beste ervaring. Maar goed, bij iedereen is natuurlijk de norm en de waarde anders. Dus daar moet je ook mee leren omgaan. Ja. Dus, maar vooral bij jezelf blijven, dat is heel verstandig. Ja. En het beste voor alles en iedereen, vind ik. Ja. Dat is belangrijk. Ja, sowieso. Klopt. Hey, gaat het goed met jou? Vraag 16. Vraag 16. Welke talen spreek jij en welke talen zou je nog willen leren? Willen leren niet, want ik ben niet zo van leren, zeg maar. Dat is niks voor mij, daar heb ik het geduld niet voor. Maar ik spreek Nederlands, Engels en Duits. Dat was het eigenlijk. Ja. Ik ben knap hoor. Ja. Dus en daar red je je ook mee, hè? Ja. Dus Engels is wereldwijd, dus in dat opzicht iedereen kan Engels. Tenminste, over het algemeen. Ja. Dus dat vind ik wel goed zo. Ja. Ik ben te oud, je bent nooit te oud om te leren, dat absoluut niet. Nee. Maar ik zie mezelf geen andere talen leren. Nee. Nee. Maar met deze talen red ik me wel. Ja. Vraag 17.
de belangrijkste opvoeding? De belangrijkste opvoeding is gewoon consequent zijn en je grenzen aangeven, dat vooral. En zeker als ze in de puberteit zijn, dan is het allemaal echt niet makkelijk. Maar de aanhouder wint, zeg ik altijd maar. Dus het is gewoon een kwestie van ja, je ook in een ander kunnen verplaatsen. Dus ook in het kind kunnen verplaatsen om te begrijpen dat hun bepaalde dingen doen die ze eigenlijk niet moeten doen. Maar toch gebeurt dat en dat heeft gewoon met een bepaalde leeftijd te maken. Dus in dat opzicht is het gewoon consequent, duidelijk en eerlijk. En je grenzen aangeven, er zijn regels. Ja, naar die regels moet je houden. Dus, en doen ze dat niet, zit daar een consequentie aan. En daar moet je ook in doorpakken. En uiteindelijk leren ze het gewoon. Ja. Ja, is niet altijd makkelijk hoor. En zeker niet als je een puber hebt die alle kanten op gaat. En in deze maatschappij is dat sowieso al heel anders dan vroeger. Maar consequent zijn is een belangrijk onderdeel daarvan. Ja. Sowieso. Vraag 18. Wie vind jij het grappigste persoon? Sebastiaan. Hij is heel grappig. Ja, hij kan heel grappig zijn. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Dus dat is wel leuk. Ja. Ja. Vraag 19. Wie vind jij het speciaalste persoon? Sebastiaan en mijn ouders. En mijn ouders omdat ze mij op de wereld hebben gezet. En Sebastiaan omdat hij mij moeder heeft gemaakt. Dus ja, het is gewoon heel bijzonder. En het is je eigen vlees en bloed wat je op ziet groeien. Dus ja, dat is wel heel bijzonder voor mij, ja. Ja. Snap ik. Vraag 20. De leukste blunder van wat jij hebt meegemaakt? Ooit van mijn fiets gevallen in het zwembad. Oh jee. Ja, dat was wel een blundertje, ja. Ik lag hier wel toe. Dus ik wou van mijn fiets afstappen en toen verloor ik mijn evenwicht. En we hadden zo'n zwembadje in de tuin. Het is zo twee hoog, niet zo heel groot. Dus ja, en daar viel ik toen in. Ja. Dus ja, dat was wel grappig, ja. Ja. Klopt. Ja, bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. De cameraman Sebastiaan en Jonine voor de interview. En zo naar jullie. En wou je nog wat vertellen of en zo doen aan iemand? Nou, iedereen gewoon liken, delen deze video en vooral abonneren. Want hoe meer abonneers, hoe beter. Dus iedereen gewoon even doen. Duimpjes omhoog. Duimpjes omhoog. Dankjewel.